Het jachtseizoen wordt mede mogelijk gemaakt door Samsung en door Opel. Een nieuw seizoen. We gaan geschiedenis schrijven. Ik wil ze helemaal kapot maken. Giel, ik ga deze kant op. Ga met de boot weg. Hey! Ik begin nu spanning te krijgen. Nu wordt het mega spannend nog. Giel, Thomas en Stefan openen iedere week de jacht op een nieuwe bekende uitdager. Stop, blijf maar! Ik ga schieten, joh! Helemaal anders doen hier! Ja? Wie blijft er 4 uur uit handen van team stuk? Daar staat hij! Daar staat hij! Je rijdt op een motor! Dit is het jachtseizoen. Seizoen 6. Zitten. Kijk eens aan. De man die nooit tijd heeft voor dit soort dingen. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb alle tijd vandaag. En jij denkt, ik ga het toch een keer proberen. Ik heb heel veel afleveringen gezien en ik dacht, het lijkt me heel tof om ook onderdeel van te mogen zijn. Ik heb er tien veel zin in. Martin Garrix, oftewel Martijn Garritsen. Nummer 1 DJ, hè? Ja. Nummer 2. Moet jij dan muziek maken nu? Ik doe het later. Vandaag I'm all yours. Dit is het nieuwe seizoen. En in dit nieuwe seizoen pakken we grote artiesten extra hard aan. Dus waarom denk jij dat jij van ons kan winnen? Ik denk dat ik ga winnen. Hoe? Ik kom er zo meteen af. Nou, je mag misschien wel superster zijn, maar hier doen we niet aan status. Je krijgt 20 minuten voorsprong en daarna komen wij direct in actie. En of je nou een privéjet pakt of niet, we gaan je sowieso volgen vandaag. Je krijgt namelijk een GPS-tracker mee. En elke 10 minuten krijgen we exact jouw locatie door. Lukt het jou om 4 uur lang uit onze handen te blijven en eerlijk te spelen? Staken wij de jacht, heb je gewonnen en ben je vrije voeten. Maar lukt dat niet? En we pakken je binnen die tijd. Dan ga je geboeid en al terug de cel in. Prima. Stefan, Thomas, willen jullie deze man even terugbrengen naar zijn cel? En zodra we op de knop drukken, start de jacht. Nog laatste woorden richting je fans? Ik hoop dat jullie me vandaag een beetje kunnen helpen. Ik heb aardig wat liften nodig, dus let's go. Een nieuw seizoen kun je alleen maar beginnen met een episch grote boef. Martijn Garritsen, a.k.a. Martin Garrix. Een 100% Hollandse DJ-legende en internationale superster. Hij is pas 25, maar deze animal staat al sinds 2013 in de top van alle dancecharts. Werd 3 keer gekozen tot nummer 1 DJ en maakte tracks met grootheden als Chesto, David Guetta en U2. Deze man vliegt zo'n beetje 3 keer per jaar de aardbol rond. Maar kan hij 4 uur lang uit handen blijven van Giel, Thomas en Stefan? De boys hebben Martijn opgesloten in Fort bij Nichtenvecht. Dit zwaar bepanzerde bolwerk in de buurt van Apkoude is sterk genoeg om vijanden buiten te houden. Maar is het bestand tegen deze wereldster? Een nieuw seizoen. Seizoen nummer 6 om precies te zijn. En we gaan geschiedenis schrijven. Zeker gaan we. Ja. Dat mag ik ook zeggen. Ja, wou je dat zeggen? Dat mag ik zeker zeggen. Ja. Want we hebben niemand minder dan Martin Garrix vandaag. Hij kent onze video's, dus waarschijnlijk wil hij heel graag winnen. Wat vind ik van de mannen van stuk? Ik vind ze allemaal basic, maar vandaag mag ik ze echt helemaal niet. Hun maken geen enkele kans, want ze hebben geen flauw idee hoe graag ik ze te pakken wil nemen. Deze jongen doet toch nooit sowieso iets met openbaar vervoer? Ja, ik denk ook dat hij niet weet hoe hij moet vragen, mag ik met je meerijden? Ik ben wel afhankelijk van wat liefde, maar ik denk dat mensen deze pak inmiddels wel herkennen. Ik ben dat helemaal goed gekomen. Dat zal best, Martijn. Maar dit seizoen letten we extra streng op de regels. De GPS-tracker geeft zoals altijd om de 10 minuten jouw locatie door aan de jongens van Team Stuk. Martijn krijgt 20 minuten voorsprong. Maar daarna openen zijn achtervolgers de jacht. Met hun snelle bus, vol high-tech equipment, communicatiemiddelen en een drone. Martijn moet het doen met niks. Geen geld, geen telefoon. Hij heeft alleen van tevoren 2 helpers op scherp gezet. That's it, toch? Ik heb 2 hulpmiddelen voor mezelf ingeschakeld, want dat zijn de regels. Maar wat niet in de regels stond, was dat ik hun kan helpen. Ik heb een paar gevallen dat hun denken dat ze geholpen worden, wat eigenlijk helemaal niet het geval is. Martijn is geboren in Amstelveen, woont in Amsterdam. Ja. Toevallig zitten we redelijk dicht in de buurt van Amsterdam, Apkoude. Ja, dus we zitten redelijk centraal in Nederland. Zeker. Ja. Ik ben ook heel benieuwd hoe hij überhaupt dit spel gaat spelen. Want hij heeft natuurlijk nog nooit überhaupt meegedaan aan een tv-programma. Tuk TV maakt hij gewoon uitzondering. Ja! Ja!
Gaan we nog andere boeven tegenkomen? Misschien wel. Ik heb een paar leuke verrassingen. Wordt een leuke middag. Leuk. Zolang de regels dus gevolgd worden. Tijdens zijn vlucht mag Martijn nergens naar binnen gaan. Met uitzondering van openbare gebouwen. En na 20 minuten in een voertuig moet hij eruit. Dus ook Martijn, hoe groot je ook bent. Tuurlijk! Gewoon lekker liften. Tuurlijk! Maar ik heb wel, als ik vast heb gewonnen, heb ik een leuk feestje voor ze. Maar drankjes, als ze op tijd zijn, hè. Als ze te laat zijn, dan zijn ze niet uitgenodigd. Ik zeg, we gaan hem bevrijden en we gaan dit nieuwe seizoen starten. Een stuk te fake, maak je stuk. En met dit startsein trappen we seizoen 6 van het jachtseizoen af. Met een wel heel strijdlustige boef. Een stuk te fake, ga jullie pakken. Geen schijn van kans. Martijn vlucht zoals hij draait, met een behoorlijke dosis energie. Ja, deze guy wil vandaag niet gepakt worden. Ik dacht, ja, iedereen heeft altijd een auto klaarstaan in het begin. Ik ga gewoon lekker lopen. Het is welkom. Beschermen voor mezelf. Dus je ziet daar een boot. Die ga ik niet zelf gebruiken. Alleen ik ga hopen dat ze zometeen denken dat ik op die boot zit. Dus let's go. Trouwens, leuk dat je er ook bent, Malcolm. Maar even serieus, Martijn. Wat is dit? Rennen in plaats van liften? Waarom? Omdat dit een loopbrug is. En wat ik kan oversteken, voelt mogen niet met de auto. De auto is komen. Goeiedag. Ik doe mee aan het jachtseizoen. Mag ik 3 minuutjes met die medekant oprijden? Oh, dat is mijn locatie. Ja, man. Die tijd vliegt als je gaat rennen. Die eerste 10 minuten zijn voorbij. En dus krijgt Team Stuk zijn eerste GPS-locatie. Huh? Hij staat daar. Hij staat daar, hij staat daar. Ergens. Hij staat aan de overkant van het water. Huh? Als je aan de overkant wil komen met een bus, dan is het 24 minuten rijden. Dat meen je niet. Maar hij is... Oh, daar loopt hij. Ik zie hem lopen. Daar. Nee, joh. Ja. Liever niet? Sorry. Stel tegen mij dat liften regelmatig makkelijk was als je een oranje pak aan had, maar het valt goed tegen. We zijn bijna bij de boot. Hij heeft geen nut om te liften. Lopend oversteken was een tactische meesterzet, maar wel eentje met een nadeel. Want de boys kunnen vanuit het fort elke beweging van Martijn in de gaten houden. Hij gaat op een boot! Hey! Ik zie een boot en hoop ik dat ze denken dat ik erop zit. Alleen zometeen gaat Menno met een oranje pak aan. Ik heb iemand die lijkt op jou. En dan gaan ze die kant op varen en hoop ik dat een stuk boys de boot gaan volgen terwijl ik die kant op ga. Als jij vast aan boord gaat, dan ga ik proberen een lift te regelen. Die boot zie je toch ook die vlag van Martin Garrix? Oké, maar hij heeft dus een boot geregeld. Waar kun je dan naartoe gaan? Daar moet je over nadenken. Nou, ik zou vooral ook blijven kijken. Want Martijn is bezig met een briljant masterplan. Het enige wat nog ontbreekt, is een lift die hem verder brengt. Hey! Heeft u tijd? Jachtseizoen. Ja? Muiderslot. Ja, dat is goed hoor. Stap in. Oké, zou je daar in die hoek kunnen staan? Als je daar voor mij kunt wachten, ben ik over 5 minuten weer. Je bent een fucking baas. Ze hebben nu mijn locatie door en ze zijn nu los. Goed gespeeld, Martijn. Na de eerste 20 minuten is de vluchtafstand hemelsbreed bijna niks. Team Stuk snelt zich naar de bus om de jacht op Martin Garrix te openen. Maar heel even, heel kort een applausje, want we zijn begonnen met een nieuw seizoen. Maar zij staat er nog. Hij verwacht nu dat wij met die bus helemaal omrijden. Hij gaat ons opwachten. Dus als wij erheen lopen, dan gaat het van zijn tijd af. Ja. Kijk, ik zie hem staan daar achter. Staat hij. Ja, daar staat hij. Hij staat er. Hij staat te wachten op ons. Hij is al op de boot. Hij is al op de boot. Nee! Kom dan! Waar is de verrekijker? Ja, stop dan even. Kijk, hij staat nu achter op het dek. Ik ben aan het wachten in de verte, dan wat ik doe. Ja, hij daarom... zit nu wel al op die boot, hè? Hij mag maar 20 minuten, de tijd loopt. Het is een loopbrug, hè? Het is een loopbrug. Ik kan er overheen rijden. Ga je het gewoon proberen? Ja, nou, dan beginnen we meteen het seizoen goed, hè? Ja, dat is toch top? Oh, ze gaat het fietspad op. Menno, snel gaan, ga gaan. Ja, dan zien ze zo meteen die boot onder. Ze gaan doorgaan. Wordt goud. Hij vaart! Hier, stoppen! What the fuck, ouwe? Kijk nou hier! Nee! Waar ga je heen dan? Jezus! Dat gaat ermee hard, jongen! Waar ga je heen? En we kunnen gewoon naast We kunnen gewoon wat. Go! Nou, we zijn begonnen, hoor! Mag ik achterin? Dan zie je ze naar minder. Ik voel nu spanning en excitement. Ik hoop dat een stukje twee guys dachten dat ik aan boord zat van een boot. Dit gaat een hele, hele spannende eerste aflevering worden. Dat weet ik nu al. Hij gaat richting Utrecht. Ja, dit duurt wel even. Dit gaat wel heel lang duren. Ja, dit had hij bedacht. Jezus, wij zijn hier niet 1, 2, 3 weg, zeg. Ja, als je je eigen regels breekt, moet je op de blaren zitten. Of er achteruit vanaf rijden. Terwijl Martijn snel doorschakelt. Ik heb net gelift met Desmond. Desmond.
Volgende plan is, we gaan naar Muiderslot. Ik heb daar een boot die ik wel zelf neem. En achter mij komt nog een boot. En dan hoop ik dat de guys aan boord van die boot springen. En dat ze niet weten dat die schipper gewoon een goede maat van mij is. Ik kan wel meteen in een vliegtuig springen, voor ik van wat. Maar dan is het ook zo saai. Ik wil ze het gevoel geven dat ze heel dichtbij zijn. Maar de hele tijd net niet. Hier hing er een busje achter ons. Schrok hebben. Ja, ja. Hij ging die kant op, toch? Ja. Maar ga jij maar eens even uitleggen. Wat doet de boef aan die kant van het water? Dus waar is hij nou heen? Want anders rijdt hij de verkeerde kant op. Ik denk dat dit een afleidingsmanoeuvre was. Hoe bedoel je afleidingsmanoeuvre? Dan heeft hij misschien gewoon een andere boef in die boot gezet als afleiding. Huh? Dat zou toch kunnen? Huh? Serieus? Ja, wacht. Hij zwaaide ook niet. Hij bleef onder die boot. Holy fuck! Ja, dit kan ook. Je hebt gelijk, wij gaan daarheen. We worden in het ootje genomen. Hij is die kant op. Die kant op. Ja, we worden in het ootje genomen, we moeten keren. Ouwe. Hij zat helemaal niet op die boot. Gast, we zijn er zo hard ingetrapt. Jongens, we moeten scherper zijn. Het is 34 minuten na onze laatste locatie en we moeten hier linksaf. Ja, dit is seizoen 6, mannen. Wat denken jullie zelf? Die boeven gaan ook level up en staan te springen om jullie voor schut te zetten. Nee, ik heb al 3 jaar geen Nederlands TV gedaan. De laatste keer dat ik er was, kreeg ik zoveel domme vragen. Als ik Nederlands TV genoeg, ga ik iets leuks doen. Toen kwam Thomas die weer naar me voor jachtseizoen. Ja, waarom niet? Oh, ja, locatie. Desmond, dankjewel. Eindbaas. Fucking baas, thanks. De timing is loeistrak. Zodra Martijn uitstapt in Muiden, dropt de GPS een nieuwe locatie bij Team Stuk. Hij is niet zomaar in Muiden. Muiden is wel een specifieke plaats. Vind ik ook vrij specifiek. Dit is 21 minuten rijden naar zijn laatste locatie. Team Stuk klinkt op dit moment meer als Team Chaos. Het lijkt erop dat ze Martijn flink hebben onderschat. Maar ja, zo'n razend druk leven hou je ook alleen vol als je alles tot in de puntjes voorbereidt. We zijn bij het Muiderslot. Hele lieve mensen zijn hier om ons te helpen. Yes, yes, yes! Ik heb wat vrienden die het kasteel bezetten en allemaal oranje dingen aan hebben. Let's go, Rody! In dat bootje. Wat hard! We hebben 50 pakken besteld. Hey! De nepgerriksen zijn heer en meester van het Muiderslot. Maar het plan van Martijn gaat nog veel verder. Hebben jullie hier aanzichtkaarten? Hey. Zeg, jullie nemen voor Pampus liggen wel heel serieus. Dankjewel. Ah, slim. Pampus is het eiland vlak voor het Muiderslot. En daar kom je alleen per boot. Dit is mijn eerste transport waar ik aan boord ga. En dan hebben we daar een tweede boot liggen. En wat ze niet weten, is dat die mensen die aan boord van die boot zitten, ook onderdeel zijn van mijn team. Ik wil ze helemaal kapot maken. Nou, als dit zo doorgaat, wordt het een kort zesde seizoen. Team Stuk wordt gesloopt. Martijn die zegt dat hij slecht geslapen heeft, omdat hij alleen maar aan het nadenken was over vandaag, het jachtseizoen. Deze gast doet elke week optredens voor honderdduizenden mensen en hij is zenuwachtig voor ons. Ja, en terecht. Dit is niet zomaar een spel. Hè. Dit is het jachtseizoen, jongens. Ja. Ik moet even één toch hier staan. Boop, Muiderslot. Jongens, hij is in Muiderslot. In Muiderslot. Hij zit in een kasteel, zit hij. We gaan daar naartoe. Aankomst is 11 minuten. Ik moet wel niet te zelfverzekerd gaan worden. Dan gaat het fout. Ik heb wat jachtseizoenafleveringen gekeken van anderen. En elke keer ging het fout als het te zelfverzekerd was. Het te makkelijk te rustig aan ging. Hij is geen centimeter verschoven. Wat is hij aan het doen? Team Stuk is 450 meter van je vandaan. Ja, dat betekent dat ze hier zijn. Dit wordt mooi. Ga jij hem keren, To? Wij gaan kijken. Ja, dag! Godsamme, alles nee. Vol. Hey, alles shit. Vol. Dit meen je niet. Ze zijn hier. Let's go. Blijf even hier. Giel, ik ga deze kant op. Steve, let op dat ze je niet insluiten. Jullie ratten. Jullie zijn allemaal ratten. Dit is echt fucking nachtmerrie shit. Hij gaat met de boot weg. Yo! Fuck you. Hoe gaat het, jongens? Jongens, hier vertrekt Martijn. Met een boot. Jullie moeten dichterbij zijn. Ze moeten wel een boot regelen, we willen ze hier kunnen komen. Dus ik hoop dat ze naar de haven gaan.
En dat ze die boot pakken. De val is bijna compleet. Martijn wil zijn GPS af laten gaan op Pampus. Zodat Team Stuk niks anders kan doen dan ook een boot pakken. En dan natuurlijk het liefste eentje, die toevallig al klaar ligt. Wat gaat Team Stuk doen? Stappen ze op de door Martijn geregelde boot? Of hebben Giel en Stefan met hun jarenlange jachtervaring dit dwaalspoor al lang geroken? Wat doet hij in Pampus? Wat doet hij in Pampus? Ik ga hem gewoon vragen aan een mens met een boot, man. Hier, deze. Kun je ons helpen? Waar willen we? In Pampus. Naar Pampus. Ja, dat is daar. Hoe lang is dat varen? Ja? Kun je ons er naartoe brengen? Maar je brengt ons wel weer terug, hè? Ja. Maar dit is heel raar. Ja, let's go, al. Ja, zit erop. Let's go. Hoi, lieverd. Hallo. Het is niet normaal. Ik heb nooit zo'n grote jacht gezien. Maar jachtseizoen. Ja, lekker. Oké. Giel van Toon, we hebben een prachtige boot geregeld. Oké, okay, top. Wij zijn een lege bus. Fantastisch. Nou, ik denk niet dat hij verwacht dat wij daar 1, 2, 3 zijn. We hebben echt heel snel een boot geregeld. Heel snel. Beetje te snel, vind je niet? En dan ook nog zo'n luxe ding. Zo een waar alleen top DJ's op cruisen. Oeh, ga snel. Maar die gaat er nu vol gas vandoor. Het is pas het begin, jongens. Kijk, hier naar de pier toe rijden, kun je misschien nog een drone shotje maken. We krijgen nu mijn locatie door. We worden helemaal gek. Let's go! Maar die afstand is gigantisch. Ik weet niet wat die andere gasten gaan doen, maar ik moet hier achteraan. Dit is wat hoor. Thomas gaat direct achter Martijn aan. Maar Stefan en Giel hebben niet door dat ze keihard zijn genaaid. Door die ronkende motoren hebben ze de GPS-trekker niet gehoord. En ligt de focus nog altijd op Pampus. Ja, ik zie iemand in een oranje pak volgens mij, daarachter. Nee, what the fuck? Wat de fuck? Donderdag! Nee, wat is dit? Wat is het? Donderdag! Donderdag! Nee, wat doe jij hier? Donderdag! Nee! Nee, nee, nee! Nee, dit kan niet! Bro, wat is dit? Wat is dit? Donderdag! Nee! Zo de flikker op, Jandino! Wat doe jij hier? Ja, ik... Jullie zijn fantastisch. Ik voel me goed. Ik wou eigenlijk dat ik aan boord was van hun boot en kon zien hun gezicht als Jandino tevoorschijn komt en ze beseffen dat die boot ook door mij is geregeld. Kijk, ik heb een briefje. We zijn erin getrouwd. Jullie nemen voor Pampus liggen wel heel letterlijk. Ja? Maar hij is toch hier? Hij is hier. Hij is hier, ja. Maar natuurlijk gaan we niet brengen. Kijk nou. Het zit allemaal in het complot. Wat doe jij hier? Wat doe jij hier? Oprecht, wat doe ik? Is dit jouw boot? Nee, echt niet. Mijn boot. We moeten daarheen, hallo. Je kan toch wel daar naartoe varen? Tuurlijk. Ah ja, je moeder. Het plan van Martijn werkt perfect. En is helemaal volgens de regels. De DJ mag van alles regelen. Maar slechts 2 dingen zelf gebruiken. En zijn teller staat pas op 1. Als we terug zijn daar, duurt het 25 minuten met de auto om hier te komen. Alleen ik ga zo meteen het bos in, waar je niet met de auto kan komen. En daar staat de hele klaar. Nee. Ik ga nooit meer. Je hoeft me nooit meer te vragen voor een programmaatje van je. Want ik kom toch niet. Maakt niet uit, ik kom wel in jouw programma, of je het wilt of niet. Hoezo zit Jandino op de boot? Hey, knappe gozer, hè? Bachelor? Toe, ga naar Almere buiten. Toe, je moet nu naar Almere buiten gaan. Ik pak die Martijn echt bij zijn nekvel. En we gaan ondertussen nu hem even afslachten. Almere buiten. Wat is dit voor raar gebeuren? Ja, iedereen zwaait. Daar heb ik niks aan, ik heb een lift nodig. Ik ga gewoon 0 liften. Ik ga joggen. Misschien dat dan een auto nog naast me stopt. Martijn kan moeilijk wegkomen van de openbare weg. En dit kan wel eens het mazzeltje zijn dat de boys nu nodig hebben. Martijn zit al in Flevoland, hier zo. Het is wel echt gek om in mijn eentje in deze bus te zitten op de snelweg. Yes. Mag ik alsjeblieft een lift? 5 minuutjes die kant op. Ja, oh, dank u wel. Jullie zijn fantastisch. Hoe heet jullie? Ellen. Simone. Ellen en Simone, jullie zijn mijn 2 reddende engels. Waar wil je heen? Rechtdoor. Martijn kan eindelijk weer tempo maken. Maar hoe zit het met de boys? Nou, die hebben alle tijd om hun reunie voor te bereiden. Wij worden wel netjes afgezet bij Almere. Ja. Daar staat Thomas zo meteen. Dus ja. Dan mieten we elkaar en dan weer volle gas. Zitten daar ergens op het water. Kunnen ze zo instappen. En dan kunnen we een vloepie. Oh shit, ja, hier moest ik eraf. Als jullie hier kunnen stoppen. Sorry. Gevaarlijk is. Ja, jullie zijn schatten, dank jullie wel. Oh, thanks.
Oh, wat een lieverd. Yes! Daar was ik even aan het knijpen. Beetje calorietjes verbranden. Oh. Nu is wat ze denken. Oké, een nieuwe locatie binnen gekregen voor Martijn. Hij is niet ver. Hij is vlakbij. Het enige nadeel is dat ik eerst Giel en Steven moet gaan ophalen. Want in mijn eentje ga ik hem natuurlijk nooit pakken. Hé, hey, wat een prachtige bus, man. Wat een prachtige boot hebben jullie. Ja, Jan Dino heeft hij had nog genoeg geld over. Dit zou grappig zijn als het niet zo pijnlijk was, jongens. Want terwijl jullie elkaar nog moeten opzoeken in Almere, is Martijn al bij zijn tweede geplande vervoersmiddel. En na dik 2 uur vluchten, is meneer wel even toe aan wat luxe. Zo, die hond liet me meer schrikken dan een stuk tv deze hele uitzending heeft gedaan tot nu toe. Laten we gewoon gaan. Dan kunnen we de motor, ja. Oh, hij gaat niet hard, maat. Lekker. Het lijkt wel alsof Martijn voelt dat de jongens weer wat hoop krijgen. Want hij stijgt meteen op voor de volgende mentale high kick. Is er nog een boot vertrekken hier links, denk ik? Ja, dat zijn ze. Kan je daar dicht overheen vliegen? Op deze hoogte kan ik er nog. Ja, Martijn zit gewoon daar ergens. En dan gaat de helikopter! Jongens! Giel, dan gaat de helikopter! Nee. Wat is dit nou? Wat? Nee! Fuck jou, man! Jezus! Jullie moeten snel aanleggen en instappen, kom op! Dat zijn ze, dat zijn ze! Hop, opschieten! Hey, kom op! Oh, dat was mooi, oké. Naar de helder. Oh, dat was mooi! 3-0 voor Martijn. De jongens hebben elkaar weer gevonden. Maar hij zit hoog en droog in een van de snelste helikopters van het land. Jan Dino! Hij krijgt de tering! Martijn is dus met een helikopter vertrokken. Let's go, go, go! Het is niet oké. Okay. Dat is echt niet normaal. Hij vliegt gewoon een helikopter net weer weg. Welke kant vloog je op? Die kant, die, nee, die kant, die kant. Nee, die kant toch? Die kant op, volgens mij. Dan is het richting Amsterdam. Nee, hij ging 100% die kant. Die kant. Schuin, een beetje schuin die kant. Ja, dan is het... dan is Amsterdam. Het boven Amsterdam. Ah. Gaat hij naar Edam, Volendam? Ja, daar gaat hij naartoe. Marken. Hij steekt het hele meer over. Ja, hè? Ja. Dan moeten wij heel snel gaan omdraaien. Links heb je hier nou een fort. Dus ze zien nou het signaal in de locatie van de fort. Het is dan wel realistisch dat je daar met een helikopter kan lopen. Super, uitbaan. Dit stuk is 40 kilometer vandaan vanuit. Oh mijn god, hij is al geland, joh. Waar is hij? Hij is bij Edam, hoor. Nee, maar hij gaat daar nog overheen. Hij is nog niet geland. Hij gaat dus, ik denk, richting Den Helder zou kunnen. Teamstuk is 14 kilometer van je vijf. Het broeit nu toch niet. Kiep maar gewoon eens even Den Helder in. Ja, dat gaan we even doen. Den Helder. Dat is toch die kant. Ik denk dat hij naar Den Helder gaat. Ik denk dat we eindigen in Texel. We moeten alles op alles gaan zetten om dit te winnen. Alles op alles en dan nog een beetje, Stefan. Want de jacht op deze boef is nog niet voorbij. We gaan landen! De heli is met hoog tempo richting Den Helder Airport geknald. Voor deze wereldster bekend terrein. Maar ook Team Stuk weet waar dat ligt. Of in ieder geval, hoe moeilijk ver weg dat nog is. Wow, what the fuck? Wat is dat voor helikopter, maat? Waar zit hij? Dit is een turbo ding. Ja, dit is echt een turbo. Mega turbo. Dit is niet te doen. Dus To, wat moet je doen? Iets met gas geven. Iets met gas geven, ja. Inderdaad, gas geven en je bek houden. Want Martijn is nog niet klaar met zijn masterplan. Mijn plan is eigenlijk om bij Texel te eindigen. We hebben daar een groot strandfeest met allemaal vrienden. Ik denk dat ze nu balen omdat de afstand heel groot is. Want wat wij in hebben gevlogen, betekent een 1,5 uur autorit voor hun. Ja, dat is waar. Maar die luxe chopper was ook wel jouw laatste geplande ritje. Vanaf nu ligt Martijn's lot in handen van hulpvaardige bestuurders. En een lift regelen is niet zijn sterkste kant. Oh, ik ben echt slecht in liften. Hij is een lift aan het zoeken. Dan gaat het toch nog spannend worden, hoor. Of gaat hij de pont over 1,5 uur pakken. Ja, of hij gaat gewoon op de Bonnefoy liften. En dan gaan we hem ergens in het noorden van Noord-Holland. Gaan we hem in iets gaan we hem tegenkomen, ja. Ik doe mee met een stuk tv jachtseizoen. Zou ik een lift mogen hebben van jou naar de ferry? Nou, dat is over... Oh, je bent een schat, dankjewel. Letterlijk iedereen zei nee. Waar wil je heen dan? Waar is de ferry in de buurt? Nee, ik breng ze. Ben je het zeker? Oh, je bent een schat. Dankjewel. Oh, de slagbomen gaan net dicht. Of niet? Ja. Oh. Nee. Martijn is waarschijnlijk nu het liften naar die haven toe. Dat je ineens in de auto Martin Garrix naast je hebt zitten. Ja, dat ook zo'n vrouw is die niet weet wie hij is. Ja, die niet weet. Oh, wat doe je dan? Ja, maar wie ben jij dan? Ben jij een... Ik ben Martin Garrix, maak muziek. Ah, dat is het dan. Je maakt muziek. Dankjewel. Jij,
helemaal niks dan, hè? Ik heb eindelijk 3 weken geleden mijn eerste ding weer gedaan, mijn eerste shows gehad. Alleen niet in Nederland. Maar dat was wel heel onrealistisch na zo lang niks doen. Niks doen en stilstaan. Martijn is er niet dol op. De jongens van Stuk wel. Elk stukje vertraging helpt. Hij gaat de pont van 4 uur gaat hij halen. Maar wie zegt dat hij met deze veerpont gaat? Zie je Martin ergens op een veerpont? Niet dat de eerste keer in zijn leven is dat hij op een veerpont stapt misschien wel. Ja, tuurlijk Thomas. Zoals iedere wereldster leeft hij onder een steen. Echt, die pont is het probleem niet. Geld voor een ticket naar Texel wel. Gaan jullie naar Texel? Ja. Zou ik met jullie mee mogen? Ik heb alleen geen geld. Ja, ik heb een borstje. Dan kan je zo praten. Oh, wat zijn die bazen? Dan heb ik iets leuks voor jullie, want ik ga zo meteen onaangekondigd draaien daar. Dan kunnen jullie mee naar het feest. Wat een goede deal. Wacht even hoor. Ja, kijk, we hebben nu een locatie. Ja, hij staat bij de pont. We moeten die pont op, jongens. Giel, Thomas en Stefan moeten flink gassen, willen ze de pont nog halen. Maar het is de vraag of er überhaupt nog plek is. Want deze boot zit al ramvol bekende koppen. En dat had zelfs Martijn niet verwacht. Zijn jullie met de hele bus op deze? Wat hard! Yeah! Let's fucking go! Dit is het team die hebben geholpen bij Muiderslot. En ik wist niet dat ze op dezelfde zouden zitten. Dit is Menno, die zat op de boot. jullie zijn elkaar. Alle puzzelstukjes vallen in elkaar. Reden genoeg voor een klein oranje feestje. Het plan is nu eigenlijk hopen dat ze hier niet op tijd zijn voor de ferry. Of misschien ook wel. Dan zitten hun of op dezelfde boot, of net niet. Spannend. Is dit een overwinningsfeestje of wordt het te vroeg gejuicht? Team Stuk vecht voor iedere seconde en komt met een noodvaart dichterbij. Hij staat daar nog. Maar wat, dan kunnen we hem pakken, gek! He? De pont gaat niet! Ik dacht zeker? Dat hij om 4 uur ging! Weet je het zeker? Ja, 100%! Team Stuk is 17 kilometer van je verwijderd. Als hij nu op die pont wil, gaat hij schrikken. 17 kilometer van me vandaan. Ga ik aan boord of niet? Hij krijgt nu dat berichtje, hij wordt nu gek. Hij gaat nu nadenken, gaat nu malen. 17 kilometer hier vandaan. Dat betekent dat ze sowieso gaan redden, toch? Dan kunnen we hem net pakken, we komen 5 voor aan. Hoe kunnen wij in godsnaam, bedenk even, daar staan belachelijk veel auto's. Hij gaat ergens achterin liggen. Je ziet hem niet. Maar we krijgen nu om de 5 minuten een locatie, hè? Is dat het beslissende voordeel in deze jacht? In het laatste uur krijgen de boys om de 5 minuten een locatie. En dat besef komt even hard binnen bij onze DJ. Ik begin nu spanning te krijgen, want ik heb geen flauw idee hoe ze 17 kilometer hier vandaan zijn gekomen. Hij staat er nog steeds! Maar waarom? Hij gaat... Ik weet niet wat hij wil! Hij is weer zo'n plan! Hij gaat het heel zwaar krijgen nu en hij gaat zo meteen die offline knop. Oeh ja! Nu wordt het mega spannend nog. Wacht even. Maar jongens, ik ga me niet vertellen dat al die gasten. Ja, die. Oh nee! Die zijn niet. Allemaal op die boot, ouwe. Er stond de touringbus klaar. Ja, die gaat hier ook naartoe. In de tussentijd dat wij op de jacht hebben gezeten in die helikopter, is die touringbus helemaal naar de helden gereden. We gaan al die lookalikes weer zien. Aankomst is 11 minuten. Boot vertrekt om 16:30. Dat gaan we redden. Dit moeten we redden. Dit is wel krappie. Ja, dit krappie, is krappie, krappie, ja. Ik wil ook wat mensen in oranje pak in auto's plaatsen. Zou mijn vriend als afleiding naast u mogen zitten? Super, thanks man. Het wordt heel spannend. We moeten binnen 6 minuten of op die boot zitten, of niet. Kan ik iets zeggen naar de microfoon van de bus? Zou jullie allemaal de bus uit willen en een gedeelte aan alle auto's gaan vragen of jullie mogen liften? Iedereen met oranje pak moet in een andere auto zitten. Dit is precies wat de jongens hadden voorspeld. Martijn gaat voor totale verwarring bij de auto's in de wachtrij. En verdeelt alle lookalikes over het hele terrein. Maar die hebben geen GPS-trekker bij zich. Hij wel. We hebben een locatie binnen. Ja, hij is er nog. 1 iemand moet toch sowieso op de boot voor de zekerheid. Ik denk dat hij die boot pakt. De bus moet naar de pont. En dan stappen wij uit en dan gaan wij naar beneden. Dat is nooit over een reden. Want als die bus, als we nu zo omrijden, dan haalt de bus het sowieso niet meer. Als we iemand op de boot zitten, zeg tegen anderen dat iedereen van boten moet wisselen de hele tijd. Constant. Ja, want anders gaan ze alleen mij zien als ik wissel na 20 minuten. Er is kans dat ze hier zo meteen al zijn. Hier kunnen we toch schieten, Steef. Hij zit aan de rechterkant, bij die brocht zo. Dus we gaan nu... Ik weet het echt niet, man. Wacht hier, jongens. Oké, go. Yo, wat hebben jullie achterin... Kijk, lege pakken. Oh, dat zou fantastisch zijn. Ja, je ziet alleen maar oranje pakken. Ze gaan er sowieso op. Kijk. Daar zie je weer oranje pakken. Zie je, overal. Overal zitten ze. Ja. Oh, ze zijn er. Oké, ik moet bij u naar binnen. Ja.
ik dan? Dat is Jaap! Jaap, wat doe je nou? Ik zie ze daar letterlijk lopen met de camera. Ik schakel nu maar offline in. Is dit tactiek of paniek? Doordat Martijn op de offline-knop drukt, krijgt Team Stuk 10 minuten lang geen GPS-locatie. En kunnen ze alleen communiceren via de portofoon. Kut! Kut! We zijn offline, boys! Zijn we offline? We moeten erop. Het is een keuze. We kunnen niet aan. Ik denk dat hij erop gaat. Hij gaat niet meer uit de auto. Ik zag ze net letterlijk langslopen. Buiten met de cameraproef. Alleen ik heb me offline ingeschakeld. Ik sta hier nu in de rij. Ik ga nu naar binnen. Over. Als je auto hoort, dan je pakken rennen. Ja, hij zit zich ergens te verstoppen. In een auto, in een camper. Alles checken. Hallo. Hoi. Kom even controleren, hoor. Hebben jullie toevallig maar de kerk gezien? Nee, hè? Zeg deze caravan. Ja, ik zeg deze caravan. Ah, ik word gek. Mogen we even binnen kijken? Er zit niemand in? Even kijken, hoor. Nu offline gaat. Oh, ik heb gewoon één locatie nodig. Dan weet ik of hij op de boot zit of dat hij hier is. Hij kan ook hierin zitten, hè? Hallo? Heb jij toevallig iemand achterin zitten? Het enige idee wanneer we weer online gaan, over. Dat duurt nog wel even. Alle oranje pakken gaan nu de boot ophouden. Kom op, pannenkoek! Ja, lopen met je dikke kont! Dit is zo verwarrend, wat is dit? Gaan nu de boot op. Steven voor Thomas, waar ben jij nu over? Ik sta in de rij om zo de boot op te gaan, over. Ja, hoe ga ik hier nou alles screenen, man? Ik ben gewoon een jaar ouder geworden hierdoor. Waarom gaan we nou weer op de boot naar Texel? Wat is dit? Alle auto's zijn erop. Dan moet hij er ook op zijn. Dat klopt. En terwijl jullie tussen al die oranje pakken lopen, is de cameraman stiekem teruggegaan naar Martijn. Hoe lang kunnen zij zich samen nog verstoppen op deze boot? Omringd door Team Stuk. Ik sta helemaal beneden op de boot. Eén ding, hij zit ergens op deze boot. Maar waar? God mag het weten. Kijk hoeveel auto's hier staan. Het is overal hier, To. Fuck, ouwe. Ik dacht even dat hij daar stond. Maar er staat hier gewoon weer iemand in een oranje pak. Ik moet nog één keer wisselen. Van transportmiddel. Dit is de Rob of de Ronder. Martijn moet van voertuig wisselen. Maar Team Stuk is op volle sterkte. En ook weer online. Eén ding weten we nu zeker. Hij zit op deze boot. De locatie is op de boot. Ja. Alles te zoeken, de hele boot. Oké, okay, let's go, boys. Ja, check, top. Jezus, zie je ook weer allemaal mensen in oranje pakken. Schrik me helemaal de pleuris de hele tijd. Ik weet allemaal grote praatjes. Ik heb nu een hartslag 300. Moet hij niet zo uit het voertuig ook? Ik ben tering nerveus. Ik hoor allemaal geschreeuw om me heen. En over 5 minuten moet ik dit voertuig verlaten. Hier zitten toch van die grote... Ja, hij kan hier nog in zitten, hè? Martijn! Oké, To, we gaan alles op alles zetten om hem te pakken, nu. Ik denk dat we naar de vrachtwagens ook nog moeten. Martijn! Wat zit hierin, meneer? Wat zit hierin? Vaalders. Ja, nee, je kunt hem wel openmaken, beide, toch? Ik denk dat we hier eens moeten kijken, want dit zijn 2 containers. Het ziet er veel te verdacht uit. Deze man die wil beide dingen niet openmaken. Nou, open maar. We moeten het weten voordat we aanleggen. En of die moet open. Hier, Steve, houd vast. Hij is er niet. Kut, we hebben hem niet. Dit is maar hier, kut. Ja, maar we hebben nog 5 minuten. Ze gaan nu wegrijden. Nu of nooit. Thomas, nu of nooit. Kijk erin. Oh, ja, hij zit erin. Hij zit erin. Ik dacht dat die meneer hem open deed, want dan ging ik wisselen. Fuck! Oh jongens, yes! Ik baal dat ik ben gepakt, maar ik vind het ook mooi. Want dit betekent, je kan alles voorbereiden wat je wil, maar uiteindelijk heb je niet 100% zelf in de hand. Ja, we moesten heel even de boot af. Ja. Maar gepakt is gepakt. Maar eerlijk. Bedankt dat je mee wilde doen, maat. Inderdaad. Ik vond het niet normaal. Ik vond het fucking leuk. Hey, maar voordat we jou terugbrengen naar je cel. Heb ik een verrassing. Nee, maar jij wilde naar Texel. Ik wilde naar Texel. Waarom?
Ik heb een klein feestje hier. Ik ga zo draaien. Nee. En dan daarna ga ik naar de stad. Dat meen je niet? Wat feestje! Ja, maar toch, je gaat toch je moet er al eerst even de bus in. Ja. Hè? Een hele goede start zo. 3:55 strak geplande minuten lang bleef DJ Martin Garrix uit handen van Team Stuk. Een epische overwinning was in de maak, maar werd in de laatste 5 minuten toch nog een dikke eerste overwinning voor Giel, Thomas en Stefan. En als je denkt dat deze aflevering een feest was, dan heb je nog niet gezien hoe Garrix heeft geknald op Texel. Ja, dit kan nog wel eens een legendarisch seizoen worden. Kan je nou ook niet genoeg krijgen van Yasuun? Download dan nu zelf de app en ga spelen. Download dat ding en begin met je vriendjes en je vriendinnetjes Yasuun te spelen, man. Nou, waar wacht je dan nog op? Rennen! De jacht is groot! Het jachtseizoen werd mede mogelijk gemaakt door Snickers Creamy.